Donau-Eschingen 2010. Zuid-Duitsland, lekker warm, lekker gezellig. 5 graden jongens, wat een kou. Donau-Eschingen is een klein stadje in Zuid-Duitsland. Vlakbij de Zwitserse grens. Basel ligt binnen handbereik. En hier, derde week van oktober, elk jaar sinds 1921, vindt hier het nieuwe muziekfestival, de Donau-Eschingen Muziektagen, plaats. Wat dat kleine stadje zo bijzonder maakt, is naast die bron van de Donau ook de Fürstenbergs. De Fürstenbergs is een adellijke familie, eeuwenlang. Die hadden hier een kasteel gebouwd, een slot, slotkerk. Hielden van kunst en cultuur, hielden intens veel van muziek. Mozart is hier geweest, Franz Liszt is hier geweest. En in 1920 was er een zekere Friedrich Burckhardt en mocht snuffelen in de archieven, de muziekarchieven. Met een vriend heeft hij toen een festival opgezet voor jonge componisten die hier nieuwe muziek konden laten horen in kleine concerten. Wat betekende dat 137 componisten stukken hebben ingestuurd voor het eerste festival in Donau-Eschingen in 1921. En vanaf toen was het raak de eerste 4-5 jaar jonge honden van toen, waaronder Paul Hindemith, die lieten hun werken hier horen. Goedemorgen. Goedemorgen. We're on a tour and we're going to Donau-Eschingen, which is a wonderful modern music festival in the south of Germany. It's the most important German festival for modern music, and it started in 1921 already, I think. And all the most important composers of the 20th century have been there in the last 80 years, 90 years now. I know. So it's really it's a great honor for us to be there. And we're going to play 4 new pieces which have been written for us, so they're 4 premieres. Fermata and one, two, and three, and four. Yes, that is finished with the 4th beat. Yeah, that was one. Yes, this is always great. This orchestra reagiert äußerst fein. Und sie haben es gern, also sie sind immer engagiert. Und das ist diese wunderbare Beziehung zwischen uns. Percussion, please, percussion. The 4 young composers demanded a lot from the orchestra. Yeah. Almost the impossible. Ja, ja, ja. Ich würde nicht sagen impossible. Das ist dieser freundschaftliche Kontakt zwischen der Kammerphilharmonie und jungen Komponisten. Das ist also wirklich auch selten, muss ich sagen. Die Partitur von Simon Anders, Stin Andersen, war äußerst präzise geschrieben. Hallo? Hallo? Ja. No, it's on. But it was on. Ja. Hallo. Ja. Hallo. Das ist, was wir gaan repetieren. Met dagelijkse geluiden die wij dan op onze instrumenten moeten imiteren, dat is toch dat ja, stuk, hè? Ja. En in ieder geval ook gewoon daarmee samen versmelten. Ja. Bei Lara war nicht alles da, aber er konnte das erklären. Ist das Lara? Liebe Lara. Ja, dat klinkt een beetje agressief allemaal. Maar wel leuk? Het is niet zo mijn smaak. Geeft ook helemaal niet. Ik bedoel, het is ook eigenlijk wel leuk, want daardoor speel je juist dingen die je misschien zelf niet in eerste instantie hebt gekozen. En soms gaan dingen dan opnieuw voor je leven. Renowned composer right now. How about the new generation? Was ich jetzt hören kann, ist eine große Klangsensibilität, ein Bewusstsein für die Position des Klanges, ein Bewusstsein für die Dramaturgie des Klanges.
Es sind enorm schöne Stücke, aber durchdachte Schönheit. Es ist nicht eine Schönheit, die affirmativ ist, sondern eine gedanklich durchformte Schönheit. Und das finde ich sehr, sehr gut. Norris. Oh ja, dat is aardig. Norris. Ja, dat is zeg, niet zo heel erg vernieuwend in mijn beleving. Maar ik vind echt dat je altijd moet wachten tot het concert is geweest. Ja, want dan weet je het pas beter. Just a few small notes. Come here. Percussion. It's coming through a bit too much. Maybe with your back to the audience or down here or something. Und auch das Stück von Michael Norris. Ich schätze das sehr hoch. Seine Welt ist, es geht um die äußerste feine Farbe, unglaublich sensibel. We don't know when we are continuing, Fendor. We will inform you as soon as possible and we ask for understanding and apologize for any inconvenience. Nee, dat is natuurlijk een enorm probleem. Ja. Nou ja, het is gewoon de boycott gaat door, zeg maar. Rechts? De anticultuur mensen, de barbaren, de mensen die het ons misgunnen. Die hebben gezorgd dat wij nu niet verder kunnen om in Donau-Eschingen weer te kunnen excelleren. Dus, nou, dan niet. Nou ja, het hele MCO wordt bedreigd in haar voortbestaan vooralsnog. In het regeerakkoord, toch? Inmiddels regeerakkoord, ja, toen nog concept. Staat het MCO moet worden afgeschaft. Nou, kijk, wij zijn natuurlijk, wij doen met de twee orkesten en het koor, voorzien wij het concertgebouw van de zaterdagmatinee. Ja. En de Vrijdag van Vredenburg. Ja. En het zondagochtendconcert, ook in het concertgebouw. En dat zijn toch wel de best lopende series van de zalen. En daar is altijd ongelooflijk veel animo voor. En dan heb je het alleen over de klassieken, ja. En dan heb je het alleen over de klassieke orkesten, maar ook Metropolitan natuurlijk ook. The new Dutch government has a political plan to dismantle the Dutch radio choir and orchestras. What's your comment? Es ist erschreckend, diese Nachrichten zu hören, denn wir alle bewundern die Musikkultur in den Niederlanden. Und es ist auch irgendwie immer wieder erstaunlich zu hören, dass ausgerechnet konservative Politiker vor allem kulturelle Werte zerschlagen. Ausgerechnet Konservative. Man denkt konservativ, aha, die bewahren etwas. Wenn es kaputt ist, ist es kaputt. Und es ist so kurzsichtig, für einen relativ überschaubaren Betrag eine Institution oder Institutionen und Interpreten derartig vor die Tür zu setzen. Ich bin entsetzt. Two hours, I think. I don't know, to be honest, but I think we've been at least 2 hours delayed. And this train only takes us to Frankfurt, and then we have to try to get a train to Offenburg, and then a train to Donau-Eschingen. So it's quite serious. Het plan is overleven, hè? Het gaat wel lukken. Beetje flexibel. Ik kom nu al sinds bijna 10 jaar hier naartoe, want het is toch een festival, het is een heel oud festival in Duitsland. En hier zijn zoveel, hoofdwerken van de moderne muziek, van de hedendaagse muziek in première gegaan. En dan ben je gewoon nieuwsgierig om dat te horen, om erbij te zijn. En je kan niet bijpraten, je kan, heel veel ensembles komen hier ook naartoe, ook al spelen ze hier niet. Dus hier is de gelegenheid om mensen zoals mij of andere zalen, concertorganisatoren, om die te ontmoeten. Ik moet ook eerlijk zeggen dat ik hier naartoe kom, hoe zal ik het zeggen, zonder oneerbiedig te worden, om te weten wat ik niet ga programmeren. How do you choose your composers? Das ist eine schwierige Frage. Die Grenzziehungen, die sich in unserer Gesellschaft immer wieder neu bilden, wir nennen es in Deutschland Zeitgeist.
Und Zeitgeist ist etwas, was neue Kunst nicht interessiert, im Gegenteil. Und man versucht, diese Grenzen, dieses Zeitgeistige zu durchbrechen. Und deshalb suchen wir nach Künstlern, die in der Lage sind, diesen Zeitgeist zu durchbrechen und die in der Lage sind, auch ihr eigenes Metier, die Klangerzeugung, kritisch zu unterfragen. Immer wieder zu fragen, ja, was ist Musik heute? Dus je zit 12 uur in een trein. Je moet niks. En dan moet ik daar met een pet uitpakken. Het goede moed moet ik dan gaan spelen. Die goede moed is er wel, maar. Ik heb helemaal heel prettig. We hebben spelletjes Scrabble gedaan en dan vliegt de tijd. En ik heb geschaakt met diverse treinpassagiers. Ik heb mijn boek al uit. Ik heb al een heerlijk potje Scrabble gedaan. Een beetje op de grond gehangen. Een beetje in de eerste klas gehangen. Ach. Dat was ongelooflijk. Nach so langer Fahrt, so müde, dass sie gestanden haben, habe ich gehört. Da kommen sie einfach an und setzen sich hin, dann nehmen sie die Noten und spielen ein Stück nach dem anderen durch, ohne Pause. Das war, einerseits war es nötig, weil sonst kann man kein Konzert machen am nächsten Tag. Andererseits ist es eine unglaublich schöne Disziplin, Selbstdisziplin des Orchesters. It's a B2. B2. It's obvious you have a world-class orchestra. That's a starting point, I would say. Where they became sensitive to the sounds coming from the soloists. And it's unusual for them. They see loudspeakers near them, and they see the soloists far away. There are no really the percussions. The way they just mold their sounds and their sonority, the way they looked for them, for the right mutes, for the right... I mean, it's absolutely amazing. I don't know if you know which kind of jewel you have there. Ik viel reuze mee. We dachten dat we heel erg moe waren. Het ging hartstikke lekker eigenlijk. Dit is de Bartokzaal, die vroeger een veehal was. En als je heel goed ruikt... Dieses wunderbare Orchester, dessen Chefdirigent ich 10 Jahre war, ist von der Auflösung bedroht. Die neue niederländische Regierung will das gesamte Musikzentrum, bestehend aus Radio Kammerphilharmonie, Radio Philharmonie, Rundfunkchor, Metropol Jazz Orchestra, Musikbibliothek und Bildungsabteilung einfach abschaffen. Ein so drastischer Anschlag auf das niederländische und europäische Kulturleben wurde noch von niemandem angedroht. Das dürfen wir nicht zulassen. Das Musikzentrum. Maar alle van Peter was fantastisch, hartverwarmend en het publiek reageerde ook fantastisch, echt fabuleus. Ik was echt helemaal, ik had een brok in mijn keel. Echt waar. Wel heel erg lastig om je hypotheek te betalen als je geen inkomen hebt. Maar daar gaat het in eerste instantie, daar ben ik nu nog helemaal niet mee bezig. Ik ben toch veel meer bezig met het feit dat de hele kunstenwereld in Nederland gewoon de nek om wordt gedraaid. Het gaat om de kunst. Om de muziek, om de meerwaarde die dit geeft aan de cultuur van een land, van de mensen. Anders wordt het één grote lege huls, het leven.